Hoi, ik ben Marciano. Wat fijn dat je kijkt. In deze video ga ik je vertellen over het interessegebied onderwijs. En wat je kunt met deze opleidingen binnen het interessegebied. Zowel binnen de Haagse Hogeschool als in de praktijk. Ga je mee? Een studie kiezen kan best lastig zijn. Zeker als er zoveel te kiezen valt. Daarom is het handig om te checken welk interessegebied bij jou past. Hey Bent en Lara, waarom kozen jullie eigenlijk voor een opleiding binnen het interessegebied onderwijs? Nou, ik wilde altijd al met kinderen werken en het inspireert mij om de kennis die ik opdoe op mijn opleiding te delen met de kinderen die ik lesgeef. Ik ben geïnspireerd door mijn eigen docent om het onderwijs in te gaan en ik wil graag de volgende generatie inspireren. Binnen het interessegebied onderwijs vallen zowel pedagogische als lerarenopleidingen. De meeste vinden hier plaats in het hoofdgebouw van de Haagse Hogeschool. Vlakbij het centrum van Den Haag en het station. Alleen onze sportopleidingen vind je op sportcampus in het Zuiderpark. De meeste lessen krijg je op overal 5. Ook hebben wij bij de PABO een eigen rijke leeromgeving. Deze noemen we ook wel de werkplaats jeugd. Hier kun je boeken, materialen en methodes lenen die je later weer kan toepassen in je stage. De hogeschool is een wereld op zich, maar je hoeft er niet bang zijn te verdwalen. Binnen je eigen opleiding is alles lekker overzichtelijk en ken je docent bij je naam. Een lekker bakkie en wat te eten, dat haal ik bij de foodcourt. En een drankje doen met vrienden, dat doe ik altijd bij de CISO! Hey! Maar wat ga jij nou eigenlijk doen tijdens een stage of na een opleiding binnen het interessegebied onderwijs? Wie weet, word jij wel die favoriete leerlingbegeleider van het onderwijs of de leraar die Emma uit groep 7 die lastige rekensom laat begrijpen? Of je weet als gymleraar de kinderen die achterblijven te motiveren om actief mee te doen binnen de les. Heb jij met je pedagogische achtergrond een heldere visie op de kwaliteit van de opvang, zodat jij ervoor kan zorgen dat een kind zich kan ontwikkelen? Dan word jij misschien wel locatiemanager bij een kinderdagverblijf of op een BSO. Dus, kom jij van de HAVO, VWO of MBO en word jij, net zoals ik, inzet voor de ontwikkeling van een kind? Check dan of de Haagse het heeft voor jou.